Hartelijk welkom allemaal. Dit is een bijzondere dag. Niet alleen omdat het stralend weer is. En we zitten klaar aan tafels natuurlijk, want er staat een heerlijke lunch. Wordt er zometeen geserveerd. Maar het is heel bijzonder, want we gaan het taalpunt gaan vanmiddag openen. En bijzonder welkom ook aan wethouder mevrouw Klein. Die gaat die handeling voor ons verrichten. En als het gaat over een taalpunt in de bibliotheek, waarom in de bibliotheek? Want er zijn heel veel organisaties die houden zich bezig met die vaardigheden, als het gaat om taalvaardigheden. Maar de bibliotheek is natuurlijk een ideale plek om rustig te kunnen studeren. Het is ook een veilige plek. Het is je hebt er de toegang tot informatie. Je hebt hier wifi, je hebt internetbestanden voor iedereen. Het is een inspirerende omgeving, hè? Je hebt heel veel boeken hier om je heen. Je hebt waanzinnige schilderijen nu, hè? Nog even opwijzen, het is een expositie weer. Dus inspirerende omgeving draagt bij aan integratie. Het is laagdrempelig. Iedereen mag er ook komen. De slogan is dan eigenlijk ook, ja, de bibliotheek die verandert levens. En ik ben dan ook heel trots dat de bibliotheek in onze gemeente een taalpunt opent. Een taalpunt bedoeld voor mensen die hun taalvaardigheden willen verbeteren. En dit kan via verschillende mogelijkheden. Het taalpunt is er overigens ook voor mensen die de Nederlandse taal wel redelijk beheersen, maar dat nog beter willen kunnen. Het taalpunt biedt allerlei vormen van laagdrempelige hulp. Roel gaf dat net ook al aan. Iedereen kan kiezen wat het beste bij hem of haar past. Zo kunnen belangstellenden een taalkursus doen of eenvoudige boeken lenen voor het leren van de Nederlandse taal. Maar ook een conversatiegroep voor ingeburgerde vluchtelingenvrouwen kan een heel goed hulpmiddel zijn. En een spreekuur waar je begeleid kunt worden bij het invullen van allerlei formulieren. Een andere mogelijkheid is om via een speciaal computerprogramma thuis of in de bibliotheek de taalvaardigheden te oefenen. Nu doen. Ja, dat is de officiële opening van het taalpunt. Dus wij willen graag die kinderen wel ook een boek geven. En dan wilden we dat graag geven aan de inzamelen voor de voedselbank. Dat hebben we voorgelegd aan Jan Brands, die is hier ook van de voedselbank. Tot 8 oktober staan in alle boekhandels en in de bibliotheek. Een hele grote, oh hier staat hij, hele grote bak waar je dus een goed uitziend kinderboek wat je zelf kan missen in kan doen. De mensen die, dat besef je heel vaak niet. Maar dat er meer is als geen eten kunnen kopen en geen kleding kunnen kopen. Die mensen kunnen bijvoorbeeld ook niet op vakantie. Nou, gezien Schouw zit daar en die doet ook namens de, hoe heet dat? Nijkerks Diaconaal Beraad. Dat is eigenlijk opgestart ook bij de voedselbank, maar dat hebben ze van Nijkerks Diaconaat overgenomen. Dat ze zomers 6 weken met die kinderen in de vakantie wat leuks gaan doen. Die kinderen kunnen natuurlijk ook, de meeste kunnen niet op vakantie. Dus dat zijn dingen, daar sta je eigenlijk niet zo bij stil. Maar wij komen dat dus wel heel vaak tegen. En we krijgen kleding, we krijgen eten, we krijgen ook vaak speelgoed. En er zit soms wel eens een boekje bij. Maar ja, dat is over het algemeen niet zoveel. Dus we zijn heel blij met deze actie dat we gewoon lekker straks die kinderen gewoon allerlei keuze, dat ze keuze hebben om allerlei boekjes mee te nemen. En dat ze ook lekker kunnen gaan lezen thuis. Daar zijn we heel blij mee. Alliantie voor het vergroten van geletterdheid in de gemeente Nijkerk. 1 op de 10 volwassen Nederlanders is laaggeletterd. Officiële brieven lezen, mailen, voorlezen, een formulier invullen, internetbankieren. Het lukt hen niet. Hierdoor is hun wereld kleiner. Ze hebben meer moeite met het vinden van werk en het onderhouden van sociale contacten. Helpt u mee om hun wereld te vergroten? En u kunt dit doen door bijvoorbeeld doorverwijzen naar een taalkursus, beschikbaar stellen van ruimte voor taallessen, uw medewerkers leren om laaggeletterdheid te herkennen en het helpen doorbreken van het taboe dat rust op dit onderwerp.